Heb jij het soms koud in de klas? Ja, dan krijg ik zo kippenvel en dan begin ik te trillen. Door de kou heb ik soms krampen in mijn vingers. En dan voel ik me ongemakkelijk en dan kan ik me niet goed concentreren op een toets. Ja, de leerlingen hebben het hier al een paar weken toch iets frisser in de klas en dat komt omdat de verwarming uitstaat. Om te verwarmen heb je gas nodig en dat is op dit moment heel duur. En daarom hebben veel scholen besloten om de verwarming uit te laten om zo veel geld te besparen. Snap je dat de school er heeft voor gekozen om de verwarming uit te zetten? Ja, want het is heel duur en ja, ze moeten geld besparen en je kan ook gewoon een extra trui aandoen. Het is normaal, want de school heeft niet superveel geld. Die hebben ook niet 300 miljoen euro voor de verwarming te betalen. Goed nieuws wel. Deze week gaat de zon schijnen en wordt het gelukkig iets warmer. Maar ooit wordt het wel weer kouder en daarom heb ik speciaal voor jullie een paar tips. Doe extra laagjes kleren aan, want dan heb je het de hele dag lekker warm. Breng een muts mee naar de klas. Probeer tijdens de speeltijd op te warmen door goed te sporten en te spelen. En probeer vooral positief te denken, want als je denkt dat je het koud hebt, heb je het alleen nog maar nog kouder. Voilà, en met deze tips komt je kouder in de klas helemaal goed. Hey, superleuk dat je deze video bekeken hebt. Als je hem leuk vond, vergeet hem dan zeker niet te liken en abonneren mag ook altijd. We hebben natuurlijk nog veel meer video's en die check je hier.